Nou, ik ben bij het CIOS terechtgekomen door een oud collega, een oud docent eigenlijk van mij, vroeger toen ik zelf op het CIOS zat. En die belde mij op en die zegt, joh Marleen, er zijn wat uren vrijgekomen, is dat niet wat voor jou? En toen dacht ik, nou hartstikke leuk, want terug waar je bent opgeleid, dat was wel echt eigenlijk wel een wens van mij. Dus ja. En wat ik het leukste aan mijn baan bij het CIOS vind, is toch wel dat ik met studenten mag werken die eigenlijk net van de middelbare school afkomen en dan ze mag begeleiden naar volwassenheid. En die groei die ze doormaken, ja, dat vind ik echt het mooiste om te zien en eigenlijk ook het leukste om mee te werken. Met name wanneer ik trots ben of het gevoel heb dat ik iets bijdraag aan het onderwijs, is als ik klaar kan staan voor de studenten mij weten te vinden en dat ziet hebben aan mijn begeleiding, aan mijn coaching. Het gaat tenslotte om hun onderwijs en om hun ontwikkeling. En ik vind het heel mooi om daar aan te kunnen bijdragen. Nou, hoe ik mijzelf kan ontwikkelen en binnen het onderwijs is dat Skalder heeft een academie. En daar kunnen wij allemaal scholingen volgen. Wij hebben binnen het CIOS zelf ook nog allerlei scholingen die worden gevolgd. En je kan daar ook je wensen in aangeven wat je zou willen doen. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt.